allereerste loopingglijbaan van Nederland wordt hier gebouwd, op de plek waar ik nu sta. Een 80 meter lange waterglijbaan met een hoogte van 13 meter en een looping element. Centerparks de Kempervenne heeft deze primeur te pakken. In deze serie duiken we dieper in het proces, zowel voor als achter de schermen. Dit is de bouw van Aqualoop. Centerparks de Kempervenne staat bekend als een van de best bezochte parken van Nederland op dit moment. We duiken even kort de geschiedenis in. Centerparks is een keten van bungalowparken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De geschiedenis van het bedrijf begint bij de Rotterdamse zakenman Piet Derksen, die in 1953 aan de Rotterdamse Lijnbaan een warenhuis en sportartikelen opent. Sporthuis Centrum. Zo werd het toen genoemd. Het sportwarenhuis is een succes en groeit in de volgende jaren uit tot een keten van 17 winkels door heel Nederland. In 1968 besluit Derksen een bos bij Reuver aan te kopen om er tenthuisjes op te zetten, die hij verhuurt aan personeel en klanten. Het park De Lommerbergen blijkt een succes en de huisjes worden al snel vervangen door bungalows. De voorzieningen en het luxe niveau van de parken groeien in deze jaren verder door. In 1980 werd het park De Eemhof geopend. Ook vond op De Eemhof de introductie plaats van het subtropisch zwemparadijs. In 1986 verandert de naam Sporthuis Centrum haar naam in Centerparks, zoals we het nu kennen. Momenteel is Centerparks bezig met het renoveren van al haar parken. Dit doen ze door middel van het vernieuwen van bungalows en de aquamundo's flink uit te breiden. Zo ook hier op de Kempervenne. Het bungalowpark is in 1983 geopend en is met 150 hectare het grootste park van Centerparks in Nederland. Goedemorgen, ik ben vandaag aangekomen op Centerparks de Kempervenne. Martijn is binnen op mij aan het wachten, want die gaat ons nog veel meer vertellen over de ontwikkelingen hier op de Kempervenne en over de bouw van twee nieuwe glijbanen. Ik ga snel naar binnen. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Sven, leuk dat je er bent. Ja, er staan een hoop dingen te gebeuren hier op Centerparks de Kempervenne. Kun jij ons iets meer vertellen en wie je eigenlijk bent? Laat ik eerst beginnen met wie ik ben. Ik ben Martijn de Bak, ik werk voor Centerparks. En ja. Ik vertel de verhalen over Centerparks. Dus dan ben je aan het goede adres. Er staat hier inderdaad heel veel te gebeuren. We zijn al onze parken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland aan het vernieuwen. De Kempervenne is nu aan de beurt, dus we hebben een heel groot deel van alle cottages hebben we al vernieuwd. Ja. We moeten er 739 doen op dit park. Dat zijn er best veel. Dat zijn er best veel. Wij luisteren heel erg naar onze gasten. Onze gasten willen heel graag nieuwe, vernieuwende dingen meemaken bij ons. Dus we zijn hier eigenlijk bezig om twee hele mooie nieuwe glijbanen toe te voegen aan de Aquamundo van de Kempervenne. Waar ontstaat nou zo'n idee? Ja. Of waar begint zoiets? Ja, dat begint een beetje in het hoofd van mensen. Kijk, we hebben een aantal mensen in dienst en die zijn erop getraind om overal in de wereld trends te zien. Die gaan naar Orlando, die gaan naar Duitse parken, naar China, waar innovaties plaatsvinden. En gaan kijken van, zijn die innovaties nou ook interessant voor bij Centerparks in Nederland? Of in België. Deze glijbaan die bestaat eerlijk gezegd al in de wereld. Staat bijvoorbeeld in Duitsland staat er zo'n Aqualoop glijbaan. Een glijbaan waarbij je eigenlijk een soort van virtuele looping maakt. Je maakt hem net niet helemaal, maar het mag wel een looping heten overigens. Daar gaan ze naar kijken van, past dat nou bij de doelgroep van zo'n park? De Kempervenne richten we ons op gezinnen met kinderen vanaf pak een beetje 12 tot 17 jaar. Dus je wil net wat spectaculairder, net wat stoerdere attracties hier neerzetten. En daar kwam dus deze Aqualoop uit naar voren. Ja, want het is niet alleen de Aqualoop die komt, maar er komt nog een glijbaan bij. Ja, precies. We bouwen één starttoren en daar komen twee glijbanen aan. Dus de één is de Aqualoop, 80 meter lang, waarbij je eigenlijk een looping maakt die in een helling van 60 graden ligt. Waanzinnig spectaculair. Ja. En er komt een iets rustiger glijbaan, maar ook een spectaculaire bij. En dat is een bandenglijbaan.
waarbij je of in je eentje of met twee man in een tweepersoonsband een parcours van 130 meter aflegt op een band en uiteindelijk op dezelfde plek eindigt als de Daredevils die in de Aqualoop zijn geweest. Ja, jullie hebben gewoon een primeur te pakken. Jullie zijn wel de eerste van Nederland die een looping glijbaan neerzetten. Ja, geeft dat nog meer energie om dit zo meteen te promoten? Ja, weet je, kijk, daar zoeken we ze ook wel een beetje op uit. Van, hey, wat wordt er nou nog niet aangeboden in Nederland? Weet je, je merkt het al op het park. Alle medewerkers zijn excited, enthousiast over zo'n nieuwe glijbaan. Het verhaal vertelt zich natuurlijk ook rond. Dat trekt uiteindelijk ook weer nieuwe mensen aan. Dus nee, voor ons is het fantastisch dat we hier een primeur mee hebben. Dat hadden we bijvoorbeeld vorig jaar met een duo racer glijbaan. Een glijbaan waarbij je tegen elkaar raced op tijd. Met ook een soort van Formule 1 openingsscherm. En dan race je naar beneden en uiteindelijk zie je je tijd. Heb je gewonnen van je vader of van je moeder. Hartstikke leuk. Ja. Die hebben we op de Eemhof neergezet en ook op het Heiderbos. En ja, deze is de primeur voor de camper vennen. En dat levert natuurlijk heel veel aandacht op. Dat vinden wij fijn, want dat praat zichzelf rond. En dat geeft uiteindelijk weer meer mensen die hier naar het park komen. En jij zelf? Ga je daar uiteindelijk in als het gebouwd is? Ik moet eraan geloven, vind ik zelf. Ja. Ik vind hem wel een beetje, weet je, het is een dropslide. Dus je staat op zo'n schafot en dat schafot dat klapt onder je weg. Klapt naar beneden. En vervolgens maak je een vrije val van 11 meter. Waarmee je dus de snelheid opbouwt om die looping te kunnen maken. Ja. Ik vind hem wel een beetje eng, maar ik ga hem wel doen. Je gaat hem wel doen? Jazeker. Oké. Okay. Hey, we hebben onze bouwschoenen al aan. Ja, mooi hè? Betekent dat we een kijkje gaan nemen op de bouwplaats? Ja, zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Ja. Oké, okay, nou kom. Wat eigenlijk wel leuk is, we gaan straks naar de bouwplaats, maar we hebben hier bij de tennisbanen, daar liggen eigenlijk alle onderdelen al van de glijbaan. Dus misschien is het wel leuk om daar eens even te gaan kijken. Ja, zullen we daar eerst naartoe gaan? Zeker. Dat ziet er mooi uit. Er zijn er veel ook, hè? Er zijn er heel veel. Want dit is de tennisbaan, normaal. Ja, dit zijn onze tennisbanen. Dat gebruiken we nu eigenlijk als opslagplaats voor alle buisdelen van de twee glijbanen. We hebben hier donkerblauwe buizen liggen. Ja. Dat is de Aqualoop. Dat is heel smal. En we hebben hier de groene delen liggen. En dat is de Aquaracer, de bandenglijbaan. Die zijn veel groter. Zijn ook los aangekomen. Dus die worden hier eigenlijk in elkaar gezet. Oh, ze worden eerst hier in elkaar gezet? Ze worden hier in elkaar gezet. En dan gaan ze met dit prachtige... geef het een naam. Ja, geef het een naam. Money Tui. Ja, dan brengen we ze naar de plek waar ze uiteindelijk aan de toren worden bevestigd. Oké. Okay. Maar die mannen zijn hier keihard aan het werk. Die zijn al dagen hier aan het boren om al die delen aan elkaar te bouwen. Best leuk om even te kijken. Ja, en want dit is dus waar het uiteindelijk heel groot in zijn geheel om gaat. Dit is de looping, toch? Dit is een onderdeel van de looping. Dit zijn dingen waarmee extra waterkracht die buis in wordt gestuwd. Ja. Waarmee je de snelheid dus houdt. Maar jij kijk, hij is niet heel groot. Het is niet heel groot. Het is maar een heel smal dingetje. Want om hoeveel baandelen gaat dat uiteindelijk? Zeg maar, hoe lang is zo'n baan? Ja, deze is 80 meter. 80 meter. Dus het is ook grappig, want je staat straks in de rij te wachten voor een trill moment van pak een beetje 4 seconden. Ja. Maar dat is het absoluut waard. Dat geloof ik ook wel. Ja, zoals je ziet, hier zijn ze al flink bezig. Maar dit is dan weer de andere glijbaan, toch? Ja, dit is de start van de Aquaracer glijbaan. Goedemorgen. Het wordt door Duitse mensen in elkaar gezet. Aquarena is de bouwer van de beide glijbanen. Want hier ga je met een band doorheen, toch? Ja, met een band, 1 of 2 personen. Dat mag je zelf weten. Je hebt banden, dat is een soort van krakeling. Daar kun je met z'n tweeën in. Maar we komen nu aan bij... Dit is de start van de Aqualoop. En als je erin kijkt, volgens mij zie je het plateau ook al. Ja, die zie je dus van de onderkant. Ja. Dus vanaf de andere kant ga je er straks op staan. Ja. En klapt die, als de tijd verlopen is, klapt die naar beneden. Ja, want dat is natuurlijk ook een proces. Je gaat erin staan, maar je moet wachten tot de... degene die voor jou is geweest, dat hij er helemaal uit is. En dan gaat hij pas naar beneden, toch? Precies. Je kunt dus niet snel achter elkaar, zoals in een gewone glijbaan. Mag natuurlijk officieel niet, je moet altijd op het stoplichtje wachten. Maar deze is eigenlijk helemaal qua veiligheidsmaatregelen zo goed in elkaar gezet,
dat je niet alvast kunt gaan terwijl er nog iemand in de buis zit. Ja, dat is echt het meest belangrijke bij dit, bij dit type glijbaan. Deze glijbaandelen vormt uiteindelijk de Aqualoo. Ja, precies. Want het is best gek om het zo te zien liggen. Ja. Althans, zometeen wordt het één geheel. Het is ook een soort van puzzeltje, hè? Ja. Kijk, er is namelijk ook een moment, sommige mensen halen de looping niet. En dat, tuurlijk, daar moet je ook aan denken. Daar moet je aan denken. Ja. En dan glij je dus terug naar het laagste punt. En er zitten allemaal sensoren in die baan. Nou, die zorgen ervoor dat alles uitgaat. Dus het water gaat uit. Dan glij je heel langzaam terug en dan zit er een luik en die kun je dan open doen. En dan kun je op het laagste punt van de glijbaan er toch weer uit. Maar dat is verder niet gevaarlijk, dat is heel normaal. Dat is precies hetgeen wat er bij deze glijbaan hoort. Ja. Dat is veiligheid wat ook moet. Je moet namelijk ook, wat is het, 45 kilo minimaal zijn om in deze glijbaan te kunnen. 1,50 meter lengte minimaal. Wat is de snelheid die je zo meteen krijgt? Ik denk dat je gauw een kilometer of 30, 35 gaat. Ja. En dat voelt waanzinnig snel in een glijbaan. Ja, in een glijbaan. Een normale glijbaan ga je veel minder hard. Maar hier voelt dat als een duizelingwekkende snelheid. Want uiteindelijk wordt het hier in stukken gebouwd, zoals je net zei. Ja. En dan gaat het naar de bouwplaats. Dan gaat het naar de bouwplaats. Zullen we daar eens een kijkje gaan nemen? Ja, want voor mij zijn ze daar net wat stalen constructies aan het bouwen voor de starttoren. Oké, nou, laten we eens gaan kijken. Hij wordt goed. Nu de bouwplaats op. Één ding is daar, twee dingen zijn verplicht. Twee. Dat zijn die fantastische schoenen voor ons. Ja, die hadden we al aan, hè? Precies, hadden we al aan. En een helm. Heb je die? Tada! Ik heb hem! Ik ook! Nou, zetten we die mooi op. Hoppakee. Dit is dus echt de plek waar de glijbanen gaan komen. Ja, die gaat komen. Nu nog één grote modderpoel. Dit wordt een hele mooie zonneweide. Net toen we hier vanochtend even kwamen kijken, toen hadden ze nog niks gedaan. Maar inmiddels hebben ze dus één kant van de starttoren eigenlijk al staan qua staalconstructie. Zo, ik zie het. Ja, en dat hijsen ze de hele dag door. Ja, want die toren die nu al staat qua staalconstructie, dat is dus de start van alle tweede glijbanen? Van beide glijbanen. De Aqua Loop die start helemaal bovenin. En iets lager start de Aqua Racer. Hoe is het om te zien? Ja, dat is wel gaaf, hè? Toch? Weet je, dit is wel iets waar je een paar jaar aan werkt. Ja. En als hij dan uiteindelijk gebouwd wordt, dan is het wel een tof idee. Het zit natuurlijk vast aan het zwembad. Ja. Dit was het oude gedeelte, of wat was dit eerst hierachter? Ja, hier zat een beetje een sauna gedeeltje. En die wordt nu opgeofferd. Voor de uitloop. Ja, je ziet die uitloopbakken, die liggen er al. Ja. Hier stap je straks de glijbaan uit en dan loop je zo weer het zwembad in. Eén groot gedeelte. En als je straks al bent begonnen met het bouwen van de glijbaan, dan krijg je dit niet meer naar binnen. Nee, het is eigenlijk een soort Lego set die je gewoon opbouwt. Technisch Lego, laten we het zo noemen. Technisch Lego, voor gevorderden. Uiteindelijk hoe het gaat worden. Zo gaat het worden. Kijk, dan is het mooi groen. Dan ben je van die blubber af. En dan zie je hier dus dat jij erin staat met je rode zwembroek. Ja. En dan duik je hier 11 meter naar beneden. En dan kun je je looping maken. En dan inderdaad net iets ronder
is die andere glijbaan. En die duurt uiteindelijk wel echt veel langer. Ja. Hier raas je zo doorheen, toch door die looping. Het is 4 seconden. Ik wou net zeggen. Maar dan heb je wel de ervaring van je leven. Kijk, hij heeft het ook naar zijn zin. Het gaat wel een unieke toren worden. Ik denk dat het een heel mooi plaatje gaat worden ook om te fotograferen. Vanaf de buitenkant, ja, ook, om te zien, zeg maar. Ja. En we gaan het komende weken gaan we al die buizen eraan hangen. Dus misschien ook leuk als we de laatste erin hangen, dat je dan nog een keer terugkomt. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Want ik wil jou bedanken voor de rondleiding op de bouwplaats. Met heel veel plezier. Ik vond het indrukwekkend en vooral interessant om te zien wat er eigenlijk allemaal aan vooraf gaat aan zo'n hele glijbaan. Ja. En laten we dan inderdaad de volgende keer terugkomen als we de baandelen gaan plaatsen. Want dat is natuurlijk het moment. Ja, het allermooiste moment is natuurlijk in april. Dat het open is. Dat het echt open is. Ja, maar dan moet ik nog een paar nachtjes over slapen, want ik moet er nog even over nadenken.